Tweede woord. Vandaag nog zul jij bij mij in het paradijs zijn. Jezus is een man die zich aan zijn belofte houdt. Naast hem worden nog twee mensen gekruisigd. Het zijn dieven. En die een lacht hem hartstikke uit. Dan zegt die ander, je moet je mond houden. Wij verdienen onze straf. Maar hij niet. Jezus heeft niets gedaan. En hij vraagt aan Jezus, wilt u alstublieft voor mij zorgen? Ik heb spijt en ik wil graag met u mee naar de hemel. En Jezus beloofde, vandaag nog ga je samen met mij naar de hemel. Zoveel mensen op Palmzondag juichten hem toe en nu geloofde niemand meer in hem. Alleen een dief. Het is toch niet te geloven? Maar Jezus belooft ons wat. Hij zegt, blijf in mij geloven, want dan zal ik voor je zorgen. Wie in mij gelooft, die zal ik redden. Want ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wie in mij gelooft, zal eeuwig leven hebben. Goede Jezus, u hebt de goede dief vergeven toen hij erkende dat hij zich misdragen had. Wilt u ook ons vergeven als we slechte dingen doen? Wilt u ons helpen om ons geloof zo sterk te maken als dat van de dief?